uur lagen net een uurtje in bed en werden opgebeld dat onze koffers waren aangekomen. We staan hier in Halifax. De weg waar we aan staan, want we staan hier te wachten op de bus, is Trans Canada Highway. Erik, ik zie een bus. Oh! Het is nu 8:30 's ochtends. We zijn hier net binnen geweest voor de douane. Want die moeten de auto controleren. Dat gaan ze waarschijnlijk pas doen rond een uur of 12, maar het kan ook 4 uur worden. Het kan ook morgen worden. Dat betekent dat de voorstelling van vanavond een groot risico wordt. Afwachten. Ja. Schutten voor de productie gaan we maken met Steven, want het is wel een bergje op zijn bek af. Nou, daar gaan we. Okay. Laatste stukje. Op naar onze scriptenfabrikant. Dan gaan we hier dadelijk onze scripts printen. We zijn snel een visitekaartje aan het maken voor aan onze klanten te geven dat ze ons kunnen volgen voor onze vlogs. Mensen moeten natuurlijk wel ons kunnen volgen, hè, RTV Oost. Dat is wel opschieten geblazen, we betalen die per seconde. Kijk jongens, we hebben een delivery order. We kunnen hiermee naar de haven. In de haven geven ze onze spullen, het is allemaal goedgekeurd, afgestempeld. Ga snel een taxi nemen om te zien dat we zo snel mogelijk in die haven zijn. We zijn aangekomen in de haven, we gaan hem ophalen. Daarachter staat onze bus. Het is 11:45 en ze vertellen hier dat alle mensen die hier over de beveiliging gaan weg zijn. Dus we moeten tot 1:00 wachten met de hoop dat we dan wel onze bus krijgen. Kleine kans. We weten het niet. We rijden hier over de haventrein. Na 3 kwartier wachten, bellen, mensen aanspreken, regelen, is het eindelijk gelukt om onze bus te hebben. Dus met een beetje geluk kunnen we vanavond nog spelen. Ik denk dat we niet genoeg stroom hebben, of vanavond geen stroom hebben. Eindelijk hebben we onze auto. Na pechhulp, accuhulp, we wilden afrijden. Een trein. Hij staat gewoon stil. Oh nee. Oh, wat erg. We kunnen het niet behalen om de voorstelling van vanavond te bouwen. Te veel tegenslag, verschrikkelijk in de geschiedenis van tourplanners. Hier maar, het leven van een tourplanner gaat niet over rozen. We got to pick up the crew, okay? Peggy Schoof, hier. Kijk, daar heb je de vissersboten. Dit is leuk. Dat zijn dus wel echte souvenirs. We zijn even tanken, dan gaan we naar Felipa. Daar zijn we te gast en dan zitten we een dag of 4-5. En morgen gaan we dan door eindelijk onze eerste voorstelling verzorgen. Aangekomen bij ons gastgezin en ze is nu heerlijke koffie voor ons aan het zetten. En er is een hond.